Helemaal welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een favoriete kleding item studio. Even denken. Ik heb ook nog een paar dingen binnenste buiten zitten. Dus dan weet je dat alvast. Maar dan ga ik dat zometeen wel even fixen. Het zijn een beetje... Ja, er zit ook één random item in. Maar dat is echt zo fijn als, om te hebben. Maar dat laat ik je straks zien. Ik heb gewoon, ja, er zitten ook dingen in de was. Dus die kan ik niet laten zien. Maar goed, allereerst heb ik iets aan dat mijn favoriete kleding item is. En dat is dit shirt. Dit heb ik op Vinted gekocht. Maar deze komt oorspronkelijk van de website Albemat of een winkel. Ik heb deze via Italië toen besteld via Vinted dus. Dus waar zij hem heb gekocht, ik denk besteld. Maar goed, misschien hebben ze daar ook wel een Albemat winkel. Daar hebben wij namelijk in Nederland ook eentje van, volgens mij in Amsterdam. Maar goed, volgens mij heb ik hier toen 15 euro voor betaald. Van origineel was die 30 euro of zoiets. Dus prima, de helft ongeveer voor betaald. Maar goed, je krijgt een spendingwijze met een ballon. En Georgie. Hij zat ik trouwens ook aan de Wannabe Friday Nights. Ja, echt zo leuk. Maar goed, dan heb ik hier iets wat ik echt al jaren heb. Echt al jaren. Dat heb ik zelfs nog in mijn onderwijsassistent jaren aangehad. En al een paar keer naar werkfeesten. En naar sollicitaties. Maar goed, dit is dus een blazer die ik ooit in de Grinnow heb gekocht. Dat is origineel volgens mij een herenblazer zelfs. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, dat geloof ik niet. Dat denk ik niet eigenlijk. Maar hij hing toen bij de herenblazers. Maar goed, als je netjes moet. Fucking leuke blazer. Hou ervan. Dus zeker leuk. Dan heb ik hier eentje die een beetje lastig gaat zijn om te laten zien. Want hij valt telkens van het hangertje af. Dus ik doe het hangertje zo meteen er wel op. Maar dat is deze aardbeienjurk. Deze heb ik samen... Ja, Noël heeft deze ook. En misschien doen nu nog wel meer meiden. Die dan wel kijken. Maar ik had deze al voor de Noël me liet zien in de Shein-shoplog. Dus ik denk dat we ongeveer even tegelijkertijd hebben gekocht. Maar goed. Aardbeienjurkje doet hem zeg maar... Je kan hem zeg maar zo om je... Ik doe hem meestal zo. Gekruist dan zo om mijn hals. Want anders heb je van die slier te hangen voor niks. En hij is gewoon... Je kan hem off-shoulder dragen. Maar dat vind ik niet zo mooi. Dus ik draag hem gewoon altijd... On-shoulder, hij is mega lang, mega luchtig, wel ook best wel warm. Je onderschat best wel hoe warm deze is. Ik had die toen laatst in september nog een keer aan vooruit eten. Toen scheen de zon wel en toen was het echt best wel warm in die jurk. Maar goed, mega leuk. Ik zal hem denk ik in de winter en herfst niet zo snel pakken. Maar in de lente en zomer is die ideaal. En die blazer zou ik gewoon het hele seizoen doordragen. Als het fris weer is, zomer denk ik niet, maar... Dan heb ik hier een shirt. Ook, ja, deze komt volgens mij officieel van Homeway. Maar ja, ik heb hem op Shein besteld. Dit is van de officiële Harry Potter lijn van Homeway. Maar goed, deze. Ik heb nog meer Harry Potter merch hoor. Maar dit is mijn favoriet. Ja, hier staat gewoon van de laatste film op. Hermeline, Ron en Harry die aan het rennen zijn. En heb hier Harry Potter staan onderin. En The End Begins. En dan hier Deadly Hallows. En... Part one of the... Ik kan niet lezen. Part one of the epic finale. Oh wel, deel 1 dus. Maar goed, maakt niet uit. Dat shirt. Dan heb ik nog een Pennywise shirt. Ja, deze is zo mijn favoriet dat hij echt al begint te, ja, af te brokkelen, zeg maar. Deze komt van de Shein horrorlijn. Volgens mij ook van de officieel de Runway horrorlijn. Hoe goed is het eertop met de ballon en Georgie die dus bij de put staat. En dan staat er You'll Flow 2 onderin. Ja, ik hou hiervan. Hij is ook nog steeds lekker zacht. Alleen, ja, wat ik zeg, hij begint een beetje af te brokkelen. Dan heb ik hier mijn... Ja, zoals je ziet, ik hou van horrorkleding. Het is echt niet sexy, maar ik hou er zo van. En ik heb besloten om dat gewoon lekker te blijven doen. Kijk, weet je, ik kan me wel kleden als een andere persoon. Kijk, en ik zou dat echt niet meer naar mijn werk aandoen. Of naar iets gewoon... Ja, gewoon in ja, toen zei ik even, kijk in de zomer en ik heb me omgekleed, weet je, dan heeft niemand in principe moeite mee. Maar ik zou het niet naar een werkfeest of een werkoverleg aandoen, want dat is gewoon... Kijk, weet je, aan de ene kant wil ik mezelf zijn, maar dat gaat me wel weer een beetje te ver. Want ik wou zeggen, ik had eerst besloten om gewoon al mijn merch dingen weg te doen. Omdat het een beetje kinderachtig, omdat het gewoon een beetje freaky is. Maar... Vooral deze. Maar toen dacht ik, ja, weet je, boeien, leef maar één keer. En hoe zou ik dat wegdoen, omdat iemand er misschien wat van vindt. Ik bedoel, ik mag lekker dragen wat ik wil. Maar goed, ook deze heb ik officieel van Vinted gekocht. Deze was volgens mij ook 10 euro of zo. Maar goed, dit is Live, Love and Love met Art erop. Ja, ik hou van Art de Clown. Als ik naar Terrifier 3 ga, dan neem ik deze sowieso aan. Dus, very cute. Ja, ik vind hem echt heel leuk.
Hou ervan. Dan heb ik hier nog een shirt. Die heb ik laatst, ja, laatst in mijn laatste Efteling trip gekocht. Toen was ik op vakantie. Dit is deze, was 25 euro. Er staat Crazy for Efteling op met het huis van de vijf zintuigen. En aan de achterkant krijg je dus ook echt Efteling logo. Ja, ik hou hiervan. Ja, noem mij maar gek. Maar ik hou van Efteling. Ja, van Efteling. Dus ja. Dan heb ik hier een jurkje. Die zit binnenste buiten. Maar zoals ik al zeg, jullie hebben die al 10.000 keer mij aangezien hebben. Dus jullie weten inmiddels wel hoe deze zit. Dit is er ook een jurk van Shein. Ja, dit was een van mijn eerste kleding items die ik nog misschien heb besteld. Hij zit lekker warm. Heb ik ook gewoon naar de Winter Efteling aan gehad. Ik heb de hele dag niet koud gehad. Dus prima. Ja, fantastisch. Ik hou hiervan. Gewoon lekker basic zwart. Maar ook wel een beetje sexy of zo. Als je het leuk stelt, is het sexy. Dan een broek die ik op Shein heb besteld. En dat is een van mijn favoriete broeken die ik op Shein heb besteld. Want ik heb niet zo heel veel. Ja, ik had niet zoveel broeken meer. En toen dacht ik, shit, wat ga ik doen? Of ik kan wachten tot ik eindelijk weer een keer ga shoppen in de winkel daadwerkelijk. Of ik ga gewoon de gokwagen en op Shein broeken bestellen. Nou is het wel voor de vraag hoe lang ze meegaan. En lang ze blijft passen. Want ik heb er nu een aan. Die zit prima, maar die is net een klein beetje. Nou, niet te kort aan de onderkant. Want daar heb ik gewoon genoeg ruimte. Maar ik moet niet te ver voor overbukken. Laten we daarop houden, want dan zakt die af. Maar goed, dit is een broek zonder knoop, zonder rits. Dus die is gewoon een soort trekking. Maar het is wel echt spijkerstof. Het is niet zo'n stofje dat je denkt, oeh, ik draag nu een legging. Het is echt, echt denim. En deze heb ik volgens mij maat 44 gekocht, omdat dit vaak een beetje stug is en ik dat niet over mijn kont krijg. Ik heb eigenlijk alle broeken die ik toen heb besteld op Shein, zeg maar spijkerbroeken, op in maat 44 besteld. Omdat, ja, heel simpel, ik word gewoon toch wat breder. En ja, daar kan ik heel depressief over doen, maar het is wel wat het is. Nou ga ik natuurlijk, als het nu nog groter wordt, dan ga ik er natuurlijk wel iets aan doen. Maar voor nu vind ik het even prima. We gaan het nieuwe jaar gaan we wel weer opnieuw beginnen met ons dieet journey, want ja, ik kom nog verjaardag aan niet. Maar ja, ik kom nog vakantie aan. En genoeg ongezonde dingen. Dus ja, weet je, dan kan ik nu wel gaan diëten. Maar dat heeft voor mij nu even geen prioriteit. Maar goed, en de leggings die ik heb besteld, tot een paar naar ook een maat 44. Maar volgens mij ook gewoon in mijn normale maat, dat ik normaal zou dragen. Nou ja, eigenlijk, ik draag nog broeken in maat 38. En die pas ik sommige pas ik nog, sommige pas ik niet meer. Maar dat zijn voornamelijk werkbroeken en die vallen net wat ruimer. Niet allemaal hoor, maar goed, mij niet uit. Dus deze is lekker stretchy, hij is mooi, sluit mooi af. Dus ja, dit is dus wel weer eentje die ik naar mijn werk aan zou doen, denk ik. Sowieso 100%. Dan heb ik hier iets wat in binnenste buiten zit. Ga ik even fixen voor jullie. Trouwens, we hebben lekkage, dus mocht je af en toe een druppel horen vallen, dan weet je dat het is, want dat er niks anders is of zo. Maar wij hebben dus hier precies boven die lamp hier waar ik onder zit, hebben we een lekkage. Niet mega erg, het druppelt af en toe, maar we moeten er wel mee oppassen, laten we daarop houden. En hier zit dus ook een lamp onder, dus ja, er mag geen stroom opkomen, want dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar goed, er komt binnenkort iemand voor kijken en Bill Survive, maar het is best wel eng, want er zit dus precies een elektriciteitsding onder, dus het is een beetje tricky. En waar je nu je spullen laat, want mijn telefoon was laatst helemaal nat, omdat ik dus, toen wist ik dus nog niet dat er een lekkage was. En daar kwam ik toen dus via die weg achter. We zitten al inmiddels een week met lekkage, dus... Maar goed, zolang het niet met bakken uit... Nou, moet ik dat even afkloppen. Zolang het niet met bakken uit het plafond komt lopen, vind ik het prima. Maar goed, dan weet je dat als er wat valt, af en toe zo'n drup, dan weet je dat het is. Goed, dit is een van mijn favoriete bankzitters items. Ja, eigenlijk mijn favoriet, want dit is gewoon, deze wilde ik al heel lang. En toen kwam die in de sale, toen dacht ik, dit wordt hem. Ja, ik vind het wel jammer dat ze nu echt niks meer hebben. Ja, brilletje, maar sorry, maar ik ga niet meer zo'n teringen beeld dingen rondlopen. En die patch trui, ja, wat is het nut daarvan? En de rest heb ik, ja, en ik hoef niet allemaal de witte truien, maar die hebben ze ook niet meer om te kopen trouwens, maar die hoefde ik sowieso al nooit. Ik heb dan de bankdefinitie shirt in het wit, en ik dacht, nee, ik heb niet bankzitten shirt ook nog in het wit. Nee, dus had ik me tussen twijfelen. En de paars bankzitten shirt, maar die is helemaal al stug geworden, dus die draag ik niet veel meer. Zwart bankzitten shirt, deze dan, bankzitters hoodie. Witte bankzitten sokken en een zwarte bankzitten sokken en een oranje bankzitten sokken heb ik verkocht op Vinted. Want ja, die draag ik toch niet zoveel. En als ik er wat anders blij mee kan maken, prima. Volgens mij is dat wel. Dus ja,
Dit is hem. Het is de Bankzitters Candy Sweater. Ze hadden nog meer sweaters, maar wat ik zeg, die hebben ze nu niet meer. Dus als je ze niet hebt kunnen kopen, ja, dat is gewoon heel jammer. Want ze zijn dus nu niet meer. Misschien dat ze nog wel wat nieuws uitbrengen tegen de tijd dat hun grote concert in Ziggo is. Maar dat hoop ik echt. Want ja, anders zou het een beetje sneu zijn. Want je kan dus gewoon niks meer kopen. Ja, brilletje, wat ik al zei. Maar sorry, maar ik ga er niet meer lopen hoor. Goed, de Bankzitters Candy Sweater was eerst 60. Wat was volgens mij toen 35 geworden. Dat is echt fucking goedkoop voor een trui. Van Bankzitters in principe. Ik heb hem lekker oversized genomen. Dus ja, want dit was volgens mij ook de enige maat die er toen nog was. XL, ja, meestal neem, ja, ik neem meestal XL. Maar goed, omdat het lekker zit. En ja, fantastisch. Die draag ik dus wel weer naar mijn werk. Want dat vind ik dan toch wel iets minder raar of zo. En dan kijken ook, nou ja, kijken wel een paar collega's van mij naar de bankzitters. Dus die zullen er iets minder raar van opkijken dan wanneer ik met een Arthur Clown shirt ga rondlopen. Ik had toen een keer een Pennywise tas. Gewoon om eventjes, want ik ging daarna na werk nog pakketjes wegbrengen. Ja, dat past niet allemaal in een tas. Dus ik had dat in een Pennywise tas gedaan. Toen vroeg hij, heb je nou een Pennywise tas? Ja, dat zie je toch? Toen dacht ik, ja, en dus, en? Dat vroeg ook echt iemand die helemaal metal lover is. Toen dacht ik, ja, maar ho, wacht even. Kijk, dat jij naar metal mag luisteren. Dat jij het leuk vindt en allemaal bandshirts draagt van weet ik veel. Dat wil niet zeggen dat ik niet mijn horror dingen mag dragen. Dus ik pas daar wel mee op. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar kijk, horror en Harry Potter en Stranger Things zou ik weer niet zo snel... Gewoon merch, echt een beetje nerdy merch zou ik niet zo snel naar mijn werk aandoen. Maar Bankzitters merch dan maar wel. Of band merch, ja, dat heb ik niet echt meer. Ik heb alleen Bankzitters merch. Ik wil, voordat ik naar Suzanne en Freek ga, nog iets van Suzanne en Freek kopen. En eigenlijk ook voordat ik naar Maya Hawk ga. Maar Maya Hawk heeft niet zoveel merch. Dus... En van Conan ben ik niet zo fan. Dat raak ik meer vooral mee van mijn zusje. Dus daar hoef ik geen merch van. Toen zei ik na het concert helemaal flabbergasted ben. Denk, oh my god, ik moet nu merch hebben. Maar dat denk ik niet. Oké, dan even mijn favoriete mushroom items. Hij zit wel echt een beetje vreemd, moet ik zeggen. Dit is echt een broek die gaat echt in je kut zitten. Dus ik zal het er maar voorbij zeggen. Dit is een broek die zuigt zichzelf naar binnen. Dus hou er rekening mee. Ik zou er geen crop top op. Kijk, weet je, als jij zo confident bent dat iedereen gewoon je vorm kan zien. Prima meid. Ik ben daar niet zo van. Maar als jij er wel van bent, lekker doen. Maar ik zou er persoonlijk geen crop top op. Ja, ik draag sowieso geen crop tops. Maar ja, af en toe. Maar dan draag ik sowieso niet met dit. Dan draag ik met een hokje die tot bijna hier komt. Dus dan zie je niet zoveel van mijn buik. Ik zou er lekker iets oversized overheen doen. Je moet het natuurlijk zelf weten. Maar de kans dat je krijgt een gigantische camel toe hierin. Dus ik zou een beetje oppassen ermee. Maar goed, op zich. Ja, het is ook wel echt ja, vieze stof. Dus ja, hij lijkt heel luchtig. Maar pas op. Als je dit in de zon draagt, dan word je niet blij. Want hij is echt, echt best wel warm nog. Je zou zeggen van niet. Maar omdat hij dus zo vies krakerig is, is hij best wel zweterig. Dus je wil natuurlijk geen zweetkut hebben. Dat wil je niet. Dus dat krijg je best wel snel met dit soort kleding. En dat snap ik ook. Dus ik zou hem niet aan als de temperatuur hoger is dan 25 graden. Want dan, ja, dan zit het niet zo fijn. Maar goed, deze komt ook van Shein. Vind ik heel leuk. Draag ik ook regelmatig. Ook als ik niet naar de Efteling ga. Ik vind mushrooms gewoon een hele leuke aesthetic. Ik heb nu ook weer mushroom oorbellen in. Dus ja... Dan het laatste item is ook gelijk het random item die ik heb. Maar dat is toch echt de bikersort. Ja, als je een beetje curvy bent, dan snap jij gelijk wat ik hiermee bedoel te zeggen. Ik ben best wel stevig. Ik ben niet per se dik, maar ik heb wel curves. Laat ik daarop houden. En ik krijg daar dus best wel snel last van schuurbenen. Dus mijn benen doen letterlijk heel de dag dit. En zeker als het warm is, ben ik er echt gevoelig voor. Als het koud is, niet zo. Maar als het warm is, dan krijg je toch wat meer broeierig, weet je wel. En ja, en dan wordt het plakkerig. En dan ga je heel de tijd met plakbenen zo. En dan op een gegeven moment krijg ik zulke dikke wonden. Mijn benen worden echt, vooral aan de binnenkant van je benen. Dus worden heel dik en worden heel pijnlijk. En ja, stinken niet per se, maar... Je moet niet met je vinger er langs en dan ruiken. Want dat moet je niet doen. Maar als je een beetje... Bikeshorts helpen heel erg. Maar je kan er ook een beetje van het pseudocreme op doen. Als je dus altijd laat bent. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan ben je eigenwijs. En dan draag je toch een korte broek. Wat ik dus nu niet zoveel meer doe. En dan krijg je toch last van die plek. En dan doe ik er gewoon een beetje zingzalf op. Of
talgpoeder of pseudocreme. Helpt allemaal mega erg. Je hebt ook blijkbaar van die sticks die je anti-schuurbenen geven. Ja, daar geloof ik niet zo in. Of mensen doen een deo-stick aan de binnenkant. Ja, vind ik ook weer zonde van die deo-stick. Ander deo-stick. Dus zo werkt het ook. En ik draag het ook gewoon als korte broek. Omdat ik dus niet echt korte broek kan dragen. Ja, of ik moet korte broek. Het moet echt bijna tot op mijn knie zijn. Dan wil ik er geen last van hebben. En soms heb ik alsnog last. Hè? En dan is het zo warm dat het gewoon echt één grote broeimassa wordt. Ja, dan heb je gewoon pech. Dan heb je gewoon... Dat is gewoon jammer dan. Ik weet nog vorig jaar in Efteling. Maar dat is misschien een beetje TMI. Maar ik weet nog... Toen had ik een... 2 dagen voordat ik naar Efteling ging en mijn kut geschoren. En ik had echt een string aan. Dat was echt niet grappig. Dat was echt heel erg. En ik had dit aan. En ik had nog een synthetisch rokje aan. Ja, dat gaat ook niet lekker. Nee, ik had trouwens geen synthetisch. Ik had een jurkje aan. Maar goed, dat terzijde. Ja, dat moet je... Ten eerste, 2 dagen van tevoren je kut scheren. Terwijl je naar een pretpark gaat. En je weet dat het 30 graden wordt bijna. Is niet slim. Dat ik ook nog een heel apart... Ja, een aparte string aan. Dat echt weer van zo'n stofje waar je denkt... Ik kan er maar doorheen kijken. Daar heb ik echt van geleerd. Toen had ik echt zulke zere benen gewoon. Nou ja, en liezen natuurlijk. Want ja, je gaat toch gewoon ook langs die rand van je onderbroek dan. Dat is gewoon, dat wil je niet. Dat wil je niet. Dus daar heb ik dit jaar van geleerd. Nu heb ik niet 2 dagen van tevoren mijn kut geschoren. En ik had niet een raar synthetisch stringertje aangedaan. En ik had van tevoren gewoon even goed... Wat meer stof. Want ik had toen natuurlijk dat rood gestippelde jurkje aan. Ja, dat is ook synthetisch op synthetisch op synthetisch. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus dat was wel echt een plus. En het was nu ook niet mega warm. Dat scheelde ook, want toen zweet ik me echt dood. En dat was nu toevallig niet zo. Het was wel warm, maar het was niet mega warm. Dus daar heb ik van geleerd. Ik weet dat het een beetje TMI was. Maar het, sowieso... Je moet van tevoren, als je 2 dagen van tevoren je kut scheert en je gaat naar een pretpark en het wordt mokken warm. En je hebt toevallig van plan om een leuk setje ondergoed aan te doen. Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dat is gewoon, tenminste, als je al curvy bent en je hebt al heel snel last van irritatieplekken, dan moet je dat niet doen. Nee, dat is niet slim. En dat doet echt heel veel pijn. Dus ja. En neem gewoon, als je een tripje gaat en je gaat voor 2 dagen, neem gewoon iets mee waardoor je... Neem gewoon een klein potje pseudocreme mee, heb ik ook gedaan, heb ik dit jaar niet eens nodig gehad. Want dat werkt echt fucking goed. Je voelt er de dag daarna wel nog een klein beetje wat van als je gewoon langs loopt, zeg maar. Maar op het moment dat je gewoon stilstaat, zit, voel je er niks van. Dus... Ja, bikershorts zijn voor mij echt een uitkomst. Dus ja, aangezien ik nooit meer echt skinny zal zijn. Tenminste, weet je, dat is op zich niet erg. Maar ik was voorheen echt, op de middelbare school was ik echt zo. Toen werd ik uiteindelijk steeds dikker. Maar dat komt natuurlijk, ik slikte bij het begin ook de pil en zo. Dat is misschien bullshit, maar daar kom je ook best wel wat van aan. En ik ga zeker niet daarvoor stoppen omdat ik aankom. Ik bedoel, meer dan one children, you know. Dat. Dat was een beetje het verhaal. Dus dat waren mijn favoriete kleding items. Laat me weten wat je ook een van de kleding items hebt. Of welke je het leukst vindt desnoods. Weet ik veel. Whatever. Laat een leuke comment achter in de reacties. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Bye!